Van harte welkom. Ik ben Petra, life coach, en ik neem jullie graag mee in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. In deze video geef ik jullie 3 redenen om een life coach te overwegen. Nu, ik hoor je al denken, waarom zou ik een life coach inschakelen? Ik begrijp je terughoudendheid, want ik heb die zelf heel lang gevoeld, maar ondertussen geloof ik stevast dat een life coach of personal coach het verschil kan maken in je leven. Hier gaan we dan met mijn top 3. De eerste reden is omdat jouw leven ertoe doet. We hebben het geluk om in deze luxueuze omgeving geboren te zijn. Moeten we dat geluk dan niet met beide handen grijpen en beseffen hoe kostbaar dit geschenk is? Je staat er waarschijnlijk niet al te vaak bij stil, maar je leven tikt genadeloos weg. Elke seconde kom je dichter bij dat onvermijdelijke moment. Verlies dus geen tijd met als dan. Het komt wel goed en het zal wel eens veranderen. Het leven is toch te kostbaar om af te wachten? De tweede reden? Doe je het niet voor jou, doe het dan voor de mensen van wie je houdt, voor je naasten. Wat jij niet herstelt, zullen jouw kinderen erven of heeft een impact op de mensen in je omgeving. Jouw gedrag, principes en overtuigingen hebben een grote impact op hun verdere leven en op het leven van hun kinderen. Je geeft niet alleen je genen door. Ook de gewoontes en gebruiken van 4 generaties komen terecht in het onderbewustzijn van de baby. Bovendien, en dit is belangrijk, werd je persoonlijkheid grotendeels gevormd door de omgeving waarin je bent opgegroeid en dat vooral tijdens je eerste 7 levensjaren. Ten derde, vaak kan je het eenvoudigweg niet alleen. Iets fundamenteel veranderen in je leven lukt vaak niet op karakter. Moest het zo gemakkelijk zijn, dan zou iedereen toch slank, rijk, succesvol en gelukkig zijn. Vermageren bijvoorbeeld, om maar iets op te noemen, is in theorie eenvoudig. Minder eten en meer bewegen. Ik denk dat velen onder jullie het met mij eens zijn dat het niet zo eenvoudig is. We zijn allemaal geprogrammeerd en vervallen steeds weer in onze hardnekkige gewoontes en denkpatronen. Dat is nu eenmaal hoe we in elkaar zitten als mens. Ik kan je nog wel een paar redenen opnoemen, maar dit zijn mijns inziens de belangrijkste. 1. Omdat jouw leven ertoe doet. 2. Omdat jouw naasten er de vruchten van plukken. En 3. Omdat je het niet alleen kan. Ik hoop dat deze uitleg je wat inzichten geeft en je even doet stilstaan in deze tijd van het jaar. Vond je het gewoon leuk en of leerrijk, dan is dat ook al mooi meegenomen. In ieder geval zou het me veel plezier doen als je me een like geeft of je abonneert op mijn kanaal. Ga gerust ook eens naar mijn website als je wat meer info wil over wie ik ben en wat ik doe. Dankjewel, zorg goed voor jezelf en je naasten en hopelijk tot binnenkort. Dag!